Wat heeft het dan voor jou opgeleverd om minder, om te kiezen om minder te gaan om te gaan consumeren eigenlijk? Consuminderen. Ja. Inderdaad, ik weet niet waarom, hoe dat komt, maar het geeft me gewoon echt veel rust, omdat ik geen waarde hecht. Ik probeer geen waarde te hechten aan spullen in ieder geval. Het leek mij leuk om in deze video dan toch even een paar tips die ook in het boek staan te geven, of eigenlijk vragen die je zelf kan stellen, Ja. om eigenlijk te gaan minimaliseren. Hey jongens, super leuk dat jullie kijken. Vandaag zit ik hier met Jelle van Growth Thinkers. En ik heb zijn boek recentelijk gelezen. Als je mij volgt op Instagram, dan heb je dat kunnen zien. En ik ben eigenlijk helemaal een soort van verliefd geworden op het boek of zo. Ik weet niet. Maar wie ben jij en wat doe jij? Ja, ik ben Jelle, inderdaad van growththinkers.nl. Op die blog schrijven we over, doe het samen met mijn vriendin, de hele onderneming. We schrijven over persoonlijke groei, minimalisme en duurzaamheid. Zojuist is dit boek dus verschenen, wat Linda gelezen heeft. Verlangen naar minder, een reis naar een bewust en duurzaam leven. Het is een heel persoonlijk boek, het is mijn persoonlijke verhaal. Je misschien in eerste instantie zou denken dat het alleen maar over minimalisme gaat. Mm-hmm. Ik heb wel echt geprobeerd om middels persoonlijke verhalen je te inspireren. Dus het is inderdaad, het gaat ook heel erg ver terug naar mijn jeugd en wat ik toen heb meegemaakt en hoe ik daar vervolgens ook veranderingen in heb gemaakt. Mm-hmm. En dan gaat het ook meer naar minimaliseren, opruimen. Dat is eigenlijk, zo kwamen wij ook met elkaar in contact. Ja. Ik had een video gemaakt over minimalisme. Precies. Toen stuurde jij, I fucking love this, daaronder. Dat reageerde ik in de reacties inderdaad. Ja. En zo kennen we elkaar, denk ik. Of, klopt. Ja, toch? Want ja, toen ben ik je gaan volgen en toen hebben we een beetje contact opgenomen. Ja. En ik denk dat inderdaad vanaf dat moment dat ik jouw video zag over minimalisme, heeft minimalisme mij geïnteresseerd. En ik denk dat dat misschien nu bijna een jaar geleden is of zo. Nou ja, uiteindelijk zijn we dus nu op dit punt dat jij mij je boek hebt opgestuurd en dat ik het heb gelezen. En dat ik hem gewoon in 8 dagen heb uitgelezen, terwijl ik nooit boeken lees. Dus dat zei al heel veel over dat het gewoon een goed boek is en dat het heel relaxed was om te lezen. En dat het denk ik vooral heel herkenbaar is, want dat vind ik altijd wel relaxed als iets herkenbaar is. Mm-hmm. Ik heb het een beetje, het is een why to en een how to boek, zeg maar, in één. Dus waarom is die jongen überhaupt gaan opruimen, gaan minimaliseren? Waarom is die jongen überhaupt duurzamer gaan leven? Hè? Want we zitten hier op de bank, het is enorm heet buiten. Maar echt, even dat terzijde. Ja. Het is echt de meest warme dag ever. Ja, maar wat wil je zeggen over je bank? Kijk, dat is misschien over mijn bank. Ja, of jij wilt toch iets zeggen over je bank? Nee, meer van dat je dus inderdaad nu merkt dat de klimaatverandering wel een rol speelt. Oh. En dat is uiteindelijk een beetje waar het boek aan het einde over gaat. Oh ja, over duurzaamheid. Ja. Voor de kijkers die niet weten wat minimalisme is. Ja, gaan we doen. Kun je dat kort uitleggen? Ja, nou, minimalisme is eigenlijk dat belangrijk maken wat voor jou echt belangrijk is. En vervolgens alles verwijderen wat daar niet bij helpt. Dat klinkt misschien een beetje te makkelijk, maar uiteindelijk wil je daar natuurlijk ook tips voor hoe je dat kan doen. Dat heb ik geprobeerd ook op te schrijven. Mm-hmm. Maar dat is in essentie minimalisme. Dus niet zozeer kijken van wat je misschien mist als je heel veel gaat opruimen, maar eerder van wat levert het op. Ik ben gaan ontspullen vanuit een soort persoonlijke drive van ik wil meer overzicht en rust creëren in mijn leven. Ontspullen, dat vind ik trouwens ook echt een leuk woord. Ja. Decluttering, ja. Simplifying. Ja. En het gaf mij ook een heel bevrijdend gevoel om spullen te minimaliseren die ik voor mijn gevoel ook op dat moment gewoon niet meer nodig had. Mm. Ik maakte op een gegeven moment, ik schreef een persoonlijke missie. Dat komt uit het boek van Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. En hij stimuleert je of probeert je in een oefening te laten nadenken over hoe jij wilt dat mensen over je denken als je straks niet meer bent. Die oefening ben ik gaan doen en daar is een soort document uit ontstaan van dit vind ik belangrijk, dit zijn de rollen die ik speel in mijn leven. Ja. En zo wil ik dat mensen me herinneren. Nou, dat document had ik dus. Ja. En vervolgens ontdekte ik minimalisme op een Amerikaanse blog van Leo Babauta, zenhabits.net. Maar minimalisme is dus, het gaat niet alleen over spullen. Het gaat niet alleen over heel rigoureus opruimen. Maar het gaat dus ook over wat neem ik allemaal aan afleidingen aan gedurende de dag. Welke verplichtingen neem ik aan? Mm. Waar geef ik mijn geld aan uit? Want dat vind ik ook heel interessant inderdaad, want ik vind het ook belangrijk om wel duurzaam te leven en inderdaad daarom ben ik ook vegetariër. Inderdaad minder consumeren, want daar irriteer ik me ook dood en we zijn maar de hele tijd aan het consumeren en shit aan het kopen en dat vind ik echt irritant en dat deed ik vroeger zelf ook heel erg. Ik was echt zo'n make-up meisje en kocht allemaal make-up en zo. Wat heeft het dan voor jou opgeleverd om minder, om te kiezen om minder te gaan consumeren?
om te gaan consumeren. Ja. Heel leuk woord. We moeten echt zo'n soort van termenlijstje maken met allemaal van die woorden. Die... Ontspullen. Ja. En we hebben ook nog ecorexia. Ja, dat vond ik ook een heel goeie. Ja. Dat je inderdaad te gefocust bezig bent met echt gewoon duurzaam bezig zijn of zo. Ja, ja. Dat het daardoor ook... dat je daardoor ook gewoon ongelukkiger in het leven staat. Ja. Nee, maar voor mij, ik vind het belangrijk. Ja, ik vind het milieu toch ergens belangrijk. Ik weet ook niet zo goed waarom. Maar heeft het je rust gegeven om minder te kopen en dat soort dingen? Hoe uitziet dat bij jou? Hoe is dat dan? Ja, ik heb me altijd heel erg geïrriteerd aan de hoeveelheid spullen die ik heb. Dus ik ben echt al wel een paar maanden bezig met te ontspullen. Mm-hmm. En nog steeds. Ik blijf mijn kleding doorzoeken en ik blijf al mijn spullen doorzoeken. En ik blijf mezelf eigenlijk... Ik ben niet steeds strenger voor mezelf, maar wel steeds kritischer, denk ik, of zo. En mm-hmm. Dus inderdaad, ik weet niet waarom, hoe dat komt. Maar het geeft me gewoon echt veel rust, omdat ik geen waarde hecht. Ik probeer geen waarde te hechten aan spullen in ieder geval. Ja, precies. En ik had laatst ergens een quote gezien. Volgens mij komt dat uit die docu van The Minimalists. Over gebruik, spullen en hou van mensen in plaats van andersom. En die heeft me wel zodanig geïntegreerd dat ik dacht... Oh ja, zo hoort het ook eigenlijk inderdaad. Dat is een goeie. En toen dacht ik ineens, ja, maar wat heb je nou aan spullen? Mm-hmm. En ik probeer echt me eraf te vragen waarom. Waarom zou je niet zoveel spullen willen? Maar inderdaad, het simpelste antwoord is eigenlijk gewoon het creëert rust. Ja. Toch? En ik denk dat dat voor jou dan ook heel erg de reden is om dan met minimalisme bezig te zijn. Absoluut. Ja, dat ik dus inderdaad minder waarde hecht aan materie. Ja. Maar bijvoorbeeld wat ik belangrijker ben gaan vinden, ook na minimalist door te minimaliseren, is ervaringen. Dus gewoon meer geld steken in ervaringen. Ja. Ik denk dat we kopen, denk ik, omdat we ergens toch dat dopamine stootje, hè, wat je hersenen krijgt, dat lekker vinden. Dus als je iets koopt, is het even lekker. Hè. Je loopt met je nieuwe kleding door de Kalverstraat in Amsterdam en denkt, ja, ik heb iets nieuws gekocht. Ja. Maar op de lange termijn geeft voor mij bijvoorbeeld een ervaring veel meer voldoening. Ja. Ik denk dat de rust die jij beschrijft ook inderdaad is dat het allemaal niet hoeft. Hè? Want het wordt natuurlijk wel, het wordt heel erg gestimuleerd door ook de wereld waarin we leven, de economie. Die wil dat we heel veel kopen. Ja. Hè? Overal advertenties van koop dit, koop dat. Je wordt natuurlijk verleid door allerlei, ook door voedsel en dat soort dingen allemaal. Maar je kunt dus de keuze maken om daaruit te stappen. En dat heeft mij dus ook veel rust gegeven. Ja. Dat vind ik inderdaad heel interessant. Ik ben sowieso wel een persoon dat als de hele wereld zeg maar zegt dat ik iets moet doen, dan doe ik het dus juist niet, zeg maar. Of juist andersom, weet je wel. Ja. Wat ik dus eigenlijk wel de key van dit hele boek vind en wat ik ook het meest interessante hoofdstuk vond, was zeg maar het hoofdstuk 4 minder. Waarbij je dus echt eigenlijk je hoofd een soort van probeert leeg te maken, toch? En eigenlijk minder stress ervaart door dan bijvoorbeeld te ontspullen. Maar ook gewoon inderdaad te bedenken wat echt belangrijk is en wat geef ik nou echt prioriteit en wat kan wel even wachten. Ja. En het leek mij leuk om in deze video dan toch even een paar tips die ook in het boek staan te geven. Of eigenlijk vragen die je zelf kan stellen om eigenlijk te gaan minimaliseren. Ja. Toch? Dat is wel hoe ik het goed zeg, toch? Ja, om gewoon wat bewuster te worden van waarom heb ik dit en dat soort dingen. Ja. Als je een keuze kunt maken om het weg te doen of om het weg te geven. Waarom zou je ontspullen? Inderdaad, het zijn een aantal vragen die je zelf kunt stellen. Is dit iets wat ik echt gebruik? He, dus gebruik ik het echt, dit ding? Gebruik ik het dagelijks? Of is het iets wat in gebruik is? Mm-hmm. Voeg dit waarde toe aan mijn leven? Nou, een schilder heeft een kwast nodig, een blogger, een vlogger, een videocamera. Camera, wat is nuttig, wat is functioneel voor jouw dromen, plannen? Zou ik dit ding kopen als ik het nu in de winkel zag liggen? En hoeveel zou ik er dan voor betalen? Zou ik het weer kopen als ik het kwijt zou raken? Is dit iets waar ik van houd? Bewaar ik dit? Ja. Dat is wel moeilijk, hè? Want je houdt gewoon wel vaak van spullen nog of zo. Ja. Dat had ik tenminste altijd. Vaak zit er een soort... want je koppelt er een emotionele waarde aan. Dat zijn ook vaak wel vragen die ik krijg van... Ja, hoe ga je dan om met spullen met emotionele waarde? Daar komen we zo bij, kunnen we ook op door. Oh, ja. Maar bewaar ik dit omdat ik vind dat ik ervan moet houden? Zo had ik bijvoorbeeld een houten beeld van mijn moeder gekregen. Zo'n vlam was dat, een soort puzzelstuk. Mm. En dat stond dan in mijn kamer. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo mooi, maar ik had het van haar gehad. Uh-huh. Dus voelde ik me schuldig om het weg te doen. En op een gegeven moment, toen ik dus aan het minimaliseren was, dacht ik van ja, mijn moeder houdt van me. En zij begrijpt echt wel dat ik dit nu weg wil doen, puur omdat dit voor mij nu gewoon als een soort persoonlijk proces is, gewoon belangrijk is dat ik alles wat ik bezit, dat ik daar gewoon een keuze over maak en dan gewoon dat overhoud waar ik echt blij van word. Weet je? Mm. Dus dat is een goede vraag.
Is dit een als dan of wat als? Dus is dit iets wat je bewaart, dat je denkt, oh ja, dat kan ik nog wel een keer gebruiken. Dat komt later nog wel van pas. Ja, daar is de 2020 regel voor. Ja, die vind ik echt superleuk. Dus iets wat binnen een straal van 20 kilometer voor 20 euro of minder te koop is, dat kan weg. Die is ook van de Minimalist, van die documentaire waar je het over hebt. Ja. Staat op Netflix trouwens, mocht je dat interessant vinden. Ja, ik vond het ook echt een goede introductie naar, want het gaat, vind ik, niet heel diepgaand. Nee. Maar het is een goede, dan leer je een beetje wat het eigenlijk allemaal is. Ja, precies. En als je denk ik ook niet echt van lezen houdt, zou dat een goede manier zijn om ermee in contact te komen dat het heel visueel is. Wil ik dit bewaren vanuit een schuldgevoel naar de ander toe? Nou, dat is dus ook weer hetzelfde. Heeft dit extreme emotionele waarde of kan ik het ook digitaliseren door het te scannen of te fotograferen? Ja, want dat is vaak met foto's of zo bijvoorbeeld die je dan hebt. Toch? Ja. Ik had bijvoorbeeld ook liefdesbrieven van vroeger nog. Oh, wow. Die heb ik ingescand en die heb ik weggedaan. Maar ik heb ze ingescand zodat ik ze toch nog wel kan lezen. Wat ik heel inspirerend vond is dat de herinneringen dus niet in die spullen zitten, maar die herinneringen zitten in jou, in ons. Zeg maar, die kun je altijd terughalen. Maar het is wel fijn om die te kunnen triggeren, zeg maar. Mm-hmm. Dus wat ik heb gedaan met emotionele spullen, is ik heb echt gekozen van, nou, dit vertelt echt een, vind ik echt belangrijk, vertelt echt een verhaal over mijn leven. Dit zijn eigenlijk de diamantjes, hè, tussen die spullen. Ja. Ik zou zeggen, keep only the best. Ja, die wil je juist naar boven halen en dat lijkt me ook inderdaad. Ja. Ik wil dat ook nog heel graag filteren, want ik heb dat nog steeds, ja, dat vind ik inderdaad wel een lastig gedeelte nog. En ik merk dus ook dat veel mensen om me heen dat daar dan mee komen van, ja, maar sommige dingen kan ik gewoon niet wegdoen, want ja. Mm-hmm. Eigenlijk is er soms niet eens een reden voor, maar dan snap ik hun reden wel. Dan is het vaak gewoon een herinnering of zo. Ja. Maar dat is inderdaad wel het hele moeilijke eraan. Maar toch, ik kan er wel echt heel kritisch in zijn nu. Mm-hmm. En ik moet alsnog nog steeds. Ja. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds 1000 keer door mijn spullen moet gaan om. Ja. Wat dan wel belangrijk is om te zeggen, misschien, is dat je dus. Dat wij ook absoluut niet willen dat jij. Dat jij minimalist wordt. Nee, of dat je al je spullen gaat wegdoen. Nee, precies. Het is in die zin niet heilig. Het is, minimalisme is gewoon een tool, eigenlijk een middel om voor jezelf gewoon meer rust, overzicht te creëren, duidelijkheid, richting, deze kant wil ik op. En je kan het zo ver laten gaan als je zelf wil, want ik kan me best voorstellen dat er best wel extreme mensen zijn. Zoals maar, ben jij extreem? Nou, ik was wel, toen ik dus ging opruimen, toen was ik wel een beetje licht obsessief bezig van, ik wil de 99 spullen halen. Ah, ja. Die heb ik toen gehaald. Mm. Maar uiteindelijk maakt dat niet. Het maakt niet uit hoeveel spullen je hebt. Ik bedoel, als je, in die zin ben ik ook niet tegen kopen of zo, van je mag niks meer kopen. Maar kies heel bewust wat je koopt. Ja. En nou, we zitten hier in, het is best wel warm nu. Uiteindelijk, omdat we meer kopen, is dat ook vervuilend voor de wereld. Dat Dus hoe meer spullen we kopen. Want er komen ook heel veel spullen vanuit China hierheen, vanuit Bangladesh hierheen. En ook door juist bewuster te kopen kunnen we ook de aarde een stukje helpen. Ja, dat denk ik dus ook. En ik denk dat veel mensen dat vergeten. En dat is hetzelfde als met geen vlees eten en zo. Maar dat weten heel veel mensen gewoon niet. Voor mij, het was eigenlijk mijn afgelopen maand, mijn maand juni, in juli geloof ik. Het kwam voor mij echt, dit boek kwam echt een soort van, als een soort van paste perfect in, als een soort puzzelstukje in iets wat ik nog miste in mijn leven of zo. Mm-hmm. Want ik stopte op 12 juni met alcohol drinken en dat heb ik toen een maand gedaan, niet gedronken. En na een week niet drinken kwam ik al tot zoveel inzichten. Dat was echt te bizar, dat ik eigenlijk merkte van wow, wat alcohol wel niet allemaal met je kan doen. En er komt nog een hele video over op mijn kanaal, dus daar wil ik nu niet te veel over zeggen hoe ik dat ervaren heb. Maar na een week niet drinken begon ik jouw boek te lezen. Mm-hmm. Toen begon ik met sporten en ik begon met yoga. Dus er kwamen ineens allemaal dingen, soort van samen met allemaal nieuwe dingen die ik aan het proberen was in mijn leven. En daar hielp het boek gewoon heel erg bij. Okay. Dat ik dacht van, ik moet echt even meer rust creëren in mijn leven, want ik was zo gestrest aan het leven, dat ik dacht, ik ben nu afgestudeerd, dus nu zal de stress wel voorbij zijn, maar dat was het niet, want ik bleef alsnog 3 of 4 afspraken plannen op een dag en dat vond ik heel lastig. Okay. En ik wist ook van mezelf dat ik dat lastig vond, maar hoe ik het moest veranderen wist ik niet. En toen ik je boek ging lezen en eigenlijk puur door het de tijd nemen om te gaan lezen, merkte ik al dat ik zoveel rust ervaarde. Dus ligt nog niet eens per se wat ik nou heb gelezen. Niet per se wat ik heb gelezen in je boek, maar meer gewoon dat ik ben gaan lezen. Ja. Dat misschien net zo goed een random ander boek kunnen zijn. Ja. Nee, ik denk wel echt dat jouw boek was wel echt gewoon heel chill te lezen ook. Maar
Nee, dus het paste allemaal perfect gewoon goed samen. En dat ik me vooral besefte dat, dat ik dit ook niet had. Ik had het niet gedaan als ik niet was gestopt met drinken bijvoorbeeld. Drinken was best, had best wel een ding in mijn leven. Maar goed, daar vertel ik dus later nog meer over. Ja, schrijf ik ook over. Over ja, dat heb ik dus gezien. Dat het zo'n afleiding kan zijn. En dat ik me toen helemaal niet beseft. Mm-hmm. Dus dat was voor mij echt dat het wel zo'n impact maakte. Ja. En nogmaals. Dus even wat rust creëren en dingen op een rijtje zetten voor jezelf. Precies, want iedereen, tenminste heel veel mensen, zijn denk ik echt zichzelf een beetje voorbij aan het gaan en zichzelf aan het vergeten. Maar het balans houden. Precies dat, inderdaad die balans. Want natuurlijk hou ik echt alsnog gewoon heel erg van feesten en gewoon... Thuishaven. Ja, heel erg bedankt dat ten eerste ik je boek mocht lezen en dat je met mij in deze video even wilde vertellen over minimalisme. Ik hoop dat jullie hier iets van hebben kunnen leren. Graag gedaan. En wil jij nog wat zeggen? Nee. Oké, nou, supergoed. Tot de volgende keer. Joehoe. Oké, perfect.